Hoi hoi, en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van de HVA YouTube. En speciaal in deze video laat ik jullie zien wat er met de 53.000 oude stoeltjes in de Amsterdam Arena gebeurd zijn. Dus blijf kijken. Ik ben Lieslotte van Dijk en ik ben projectmanager voor onderzoekstrajecten bij Urban Technology. En we werken aan de challenge De Circulaire Stad. Nou, de Arena is een partner van ons op verschillende onderzoeksgebieden en één ervan is de circulaire stad. Zij bespreken met hun uitdagingen van de komende tijd en dan kijken wij waarbij wij ze kunnen ondersteunen, inspireren met ons onderzoek. En één van de vraagstukken was dus de oude stoeltjes, die werden vervangen. Dus er waren 53.000 gekleurde stadionstoeltjes die worden vervangen voor rood-witte stoeltjes, moderne stoeltjes. En zij vroeg aan ons van, ja, hoe kunnen we dit op een zo duurzaam mogelijke, circulaire mogelijke manier met die stoeltjes, met die oude stoeltjes omgaan. Ja, dus we hebben gekeken van, kunnen we er weer een stoel van maken die bij fans thuis kunnen staan? Kunnen we er met het materiaal aan de slag gaan? Dat zijn eigenlijk de twee grote richtingen. Want we zaten elke keer tegenover de Arena en die zeiden van, nou, volgens mij willen fans het niet. En wij zeiden, ja, wij denken dat fans het wel willen. Of, we weten het eigenlijk dus niet zeker, laten we het de fans zelf vragen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een aantal ontwerprichtingen uitgewerkt tot concepten die we getest hebben met fans. Verder hebben ze uitgewerkt tot prototypes, want wat je vaak ziet bij zo'n opdrachtgever is dat voor hun gaat het pas leven als ze het echt kunnen zien, als ze in dit geval echt erop kunnen gaan zitten. En momenteel is het dus mogelijk om die stoeltjes in de Ajax Fanshop te kopen. En er zijn al 10.000 van de 53.000 verkocht aan fans. Omdat je onderzoek doet en je dus verdiept in de gebruiker, de stakeholders, het materiaal, digitale productie, je integreert dat bij dat onderzoek, kom je echt met vernieuwende oplossingen. En het is belangrijk dat studenten dat doen, want dat is als je met vernieuwende oplossingen komt, creëer je meerwaarde voor jezelf ook in de arbeidsmarkt eigenlijk. Als je een student bent en je werkt aan een onderzoeksproject, zou ik zeer zeker goed rondkijken binnen de HVA welke experts hier allemaal rondlopen en aan de HVA verbonden zijn. Want we hebben zoveel experts hier die jou met jouw vraagstukken verder kunnen helpen. Ik zou zeker goed al intern in de organisatie kijken wie kunnen je helpen bij je zoektocht in onderzoek. En dit was de video over onderzoek doen bij de HVA. Wil je nou eigenlijk weten waarom je aan de HVA moet gaan studeren? Klik dan hier om mijn vorige video te zien over waarom de HVA. En wil je nou nog meer video's zien van de HVA? Ga dan vooral abonneren en klik hier om te abonneren. En dan zien we jullie een volgende keer weer. Ciao!